your outfit. Hello. Oh, ik hou van je outfit, man. Denim op denim. I'm so happy. Ik ben trots. Jongens, het is een nieuwe week. Het is maandag. Ik moest gisteravond werken. Het is nu rond 10 ongeveer. En ik moet mijn vissen om schoonmaken. Mijn porvissen, want elke keer als ik dan... doe ik het niet. Laat het daarop houden. Dus ik moet het nu echt doen. arme beesten. It's gonna be the first time. So, ja, spannend of zo. Ik weet niet. Ik heb zeg maar geen... niet echt een emmer. Dus ik heb nu een soort van een bak gepakt waar ik ze in kan doen. Oh my god, zit je eraan vast? Hou op. Ah! Paniek. Ze zien er zo dood uit, maar ik... I'm trying my best. Kanjewel.nl. Het gaat allemaal fout. Dit is in ieder geval wel nat. Oh my god. Het is vandaag dinsdag 4 februari. Maar in ieder geval, vandaag bezig met editen. Ik word de hele week, of nou niet de hele week, al een tijdje echt zo vroeg wakker. Echt gewoon tussen 7 en 8. Nou, meestal, ik heb een periode gehad dat ik gewoon chronisch uitsliep tot 10:30. Maar ik moet soms ook gewoon werken en tot laat. En dan ben ik pas om 1:30, lig ik dan pas in bed. Weet je wel, dus dan is het ook niet heel raar dat je dan doorslaapt. Maar nu heb ik bijvoorbeeld dat ik gisteravond tot 11:30 moest werken en dan rond 12:30 thuis. Ben in bed liggen, laat maar zeggen. En dan word ik alsnog om 7 uur wakker. Dan wil ik wel even iets meer slaap. Kom op. Emma heeft haar verstandskies voor de tweede keer laten trekken. Dus daar ga ik zo meteen eventjes Sex and the City mee kijken. Even kijken hoe het met het patiëntje gaat. En vanavond ga ik naar papa. Papa en José om even te eten bij hun. Dat is ook gezellig. En morgen ga ik naar Zwolle om met Dani te gaan shooten. Dat is ook lang geleden, dus dat vind ik ook heel leuk. Nu ben ik dus bezig met deze. En op een manier kom ik er even niet zo goed in, want ik ben de hele tijd afgeleid en ik wil andere dingen doen. Ik wil even chillen en dan wil ik weer dat doen en dan moet ik dat doen. En, dat is de tijdelijke update. Productief zijn? Wauw. Ik ben toch pro in van die statiefbeeldjes, shotjes even fixen. Dit is dus een carnavals t-shirt. Jawel, ik ga met Emma waarschijnlijk, tenminste waarschijnlijk, het is de bedoeling om gewoon te gaan carnavallen. Nog nooit in mijn leven gedaan, dus ik ben heel benieuwd of dat... Nou ja, ik weet wel zeker dat het niks voor mij is, maar het kan natuurlijk gewoon... een leuk weekend zijn. Gewoon een leuke ervaring. Dat is niet handig. Dat is niet handig. Dus ja, nou, ik wilde even gaan editen. Wil je met mij Sex in the City kijken of wil je lekker hier liggen? De allerlaatste trein. Waar heb ik altijd? Mijn favoriete concert ever. Ik ben er zo blij mee. Ik ga even hiervan genieten. Jojo. Oh mijn god, ik ga stuk. Zo emotional. Oké, iemand werd net ten huwelijk gevraagd in Sex and the City. En ik kreeg echt kippenvel. Ik werd echt zo excited. En Emma moest huilen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik ga naar Zwolle. Ik kom nooit in Zwolle. Ik ben laatst voor een fotoshoot in Zwolle geweest. Nu ga ik voor Dani naar Zwolle. En gaan we daar foto's maken. Dus ja, dat gaan we doen. Yay, this is gonna be fun. Hey, hallo, ik vlog weer, hè. Oh, echt? Oh, die was echt heel random. Het heeft even geduurd, maar ze is er. Ja, ze is er. Ze heeft me een half uur buiten laten staan en een krantje gelezen. Het is in ieder geval wel lekker zonnig, dus dat was niet zo heel erg, maar... Yay! Reunited! Yay!
waar gaan we nu precies heen? Gewoon naar jouw huis? Of? Nou nee, ik ga de auto parkeren en dan gaan we even misschien even ergens een koffietje drinken of zo. Ja, dat vind ik een goed idee. Even inkomen. Moet heel veel inkomen, even warm vroeger worden. Wat gaan we doen? Shooten. We hebben heel veel bijgekletst, even koffie opgewarmd, wc. We hebben veel te lang hebben dag zweten. Ja, maar we zien elkaar nooit, dus ik had bijna boete. Ja, sukkel. Wat was je vergeten te doen? Parkeerkaartje. Parkeerkaartje, ja. But we fixed it. We gaan in ieder geval foto's maken, dat is de bottom line. We hebben wel mooi licht vandaag. Ja, dat is top. Dus dat is helemaal top. Doe het voor. Doe het zeker voor. Kijk, ik kwam best ver. Maar ik ga nog een keer doen, ja? Misschien dat ik nu nog verder kom. Oké, we hebben allemaal foto's gemaakt. Dus ik ben ze even aan het selecteren. Because there are many photos. Oeh, ik ben echt hilarisch. Een vlog takeover. Ja, ik ben dus goed in vloggen. Hallo, hondjes. Ik ben aan het Flappy Burton. Ik wil gewoon rustig muziek luisteren, maar doordat ze Flappy Bird de hele tijd speelt, gaat de muziek uit. Echt niet kunnen. Ik vind het niet kunnen. Hallootjes allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ben de video aan het editen voor vorige week. Ik werd weer om 6:30 wakker. Ik ben gewoon echt constant rond 6:30, tussen 6:30 en 8:00. Word ik nu wakker. En ik sliep wel gewoon om 1:00 s'nachts. Dus dat is helemaal top. Vanavond moet ik om 7:00 op werk zijn. Want gesprek met mijn manager. Formulier voor invullen nu ik het zeg. Dus dat ga ik zo even doen. En daarna hebben we een borrel op werk. Een soort van een verlaat nieuwjaarsborrel. Laten we het daar ophouden. Dus dat is wel gezellig. De foto's van gisteren waren ook goed gelukt. Heel goed gelukt. Ik ben er echt een beetje trots op wel of zo. Ik weet niet. Ik was echt wel blij mee. Ja, ik spreek jullie zo weer. Bye. Jongens. Oké, deze was verstopt en het bleek verstopt te zijn door de steentjes van de vissen. Toen besefte ik me, wil ik even kijken naar mijn vissen. Ik heb midden in de nacht even dat zuigerding uitgezet omdat ik niet kon slapen. En toen dacht ik, Nelo is don't be a bitch. Toen heb ik me weer aangezet. En ik had dus al een keer dat een van mijn vissen aan het zuigertje met zijn ding vast zat. En toen raakte ik al in paniek. Oh my god, zit je eraan vast? Hou op. Ah! Paniek. En ik zag hem nu aanhangen. No! Ik wilde niet die persoon zijn waarvan één vis meteen doodging. And it happened. Nee. Dit is zo sad. Hij zat hier aan vast. Kutting. Emma. Rip een van mijn vissen. Ja! Dat ding was verstopt door de vissensteentjes. Dus ik dacht, ik ga even kijken hoe het is met mijn vis. Rest in peace. Oké, we gaan een ceremonie houden. Maar zijn vinnetje, je ziet gewoon dat, want hij had zo'n mooi sluiertje. Ik ga ze echt aanklagen daar, joh. Wat ze zeiden? Je moet echt zo'n zuigdingetje hebben in het water, want dan blijven ze beter en dan is het goed voor die vis. En vervolgens zat hij eraan vast en nu is hij dood. Dus, what? Does not make any sense. Mega triggered. Liever dan Joe Goldberg. Zeker. Dit had je niet, hadden we je niet gegund. Nee. Oh. Ik vond het vroeger heel leuk. Ja, maar hij is ook wel leuk. Ik weet nog wat. Mini pakketje tijd. Yay, we love pakketjes. Van Guts and Gusto. Starve your fears, feed your desires. Ik vind het altijd zo schattig als er een kaartje bij doen. Lieve Lois, heel veel plezier voor je trui. We love you, Guts. Ah, that's cute. X-Tess. Thanks, Tess. Ik ga deze ergens ophangen. Het is een soort après-ski trui. Oh, het is een cool trui. I didn't even... Oh, dat wist ik niet eens. Oh, yeah, I love it. Zo. Jezus. Oh, yes. Me likey. Oeh, off-piste. Oeh, dit is echt een goede call, man. I like it. Ja. Blij mee. Erg blij mee. Ik hou van truien. En zeker kooltrui. Dus blijf je verbouwen. Ik vind het helemaal naar. Good morning. Echt elke video is gewoon hetzelfde begin. Of nou niet elke video, maar gewoon elke ochtend. Voor deze week in ieder geval. Ik heb gewoon niet zo'n spannende week. Gisteren had ik een borrel bij Pathé. Maar ik was echt, ik heb zo slecht geslapen de laatste tijd. Ik was gewoon zo moe. En sommigen wilden nog uitgaan. Dan ging er daarna, weet je, nog door en zo. Ik ben gewoon braaf om 11:00 naar huis gegaan. Maar het was wel gezellig. Vanavond ga ik met Milou afspreken. Dat is alweer een tijdje geleden. En Bibi zei, ik ben in de buurt van Utrecht.
let's hang out. Want daar hebben we soort van, nou ja, afgesproken van als we in de buurt van elkaar zijn, laat het weten en misschien kunnen we dan wat doen. Ze woont in Eindhoven, ik in Amersfoort, dat is best wel een eind. Tot die tijd ga ik even editen. De video voor aankomende zondag heb ik al ingepland. Ik heb wel één zondag tussendoor gemist, maar ik dacht dan werk ik wat meer vooruit. Ben ik nu alweer bezig met de vlog daarna, dus dat is wel fijn. En ik moet het gewoon echt aanhouden. En ik denk dat ik nu gewoon even content op YouTube gewoon even alleen weekvlogs hou. Omdat ik dat al gewoon soms lastig vind om vol te houden. Want nou ja, vorige keer waren het er vijf weekvlogs. Ik moet het eigenlijk gewoon langer volhouden. En als het dan dat gewoon steady is, dan even kijken wat ik er nog bij kan doen. Of als ik dan ruimte voel om dat te doen, gaan we gewoon even zien. It's cold. Ik ga afspreken met Bibi, want ze is in Utrecht. En als ze in Utrecht is, laat ze me dat altijd weten. Dus dat gaan we doen. En ik vind het gezellig. Ik heb er zin in. Ik moet een leuk fotootje in deze outfit fixen. Dus dat gaan we ook meteen even doen. En Bibi zal vast ook wel weer een paar fotootjes nodig hebben. Yay, fun! Bibi heeft elke keer afspraken in Utrecht, dus ik ben er alvast aan het tegemoet lopen. Ze is ergens in een park, dus daar loop ik heen en het is heerlijk weer. Feeling good. Heb mijn muziek aan. Everything top. Leuk hoor. Wat een eind. Getting closer. Is that her? Hey, Bibi! Love your outfit. Love your outfit. Hello. Hey! Oh, you're so happy. You look good, girl. Nee, ik heb ook nog andere schoenen mee. Oh, lekker bezig. Ja. Gaan we warm worden? Gaan we wandelen? Wat gaan we doen? Oh, ik hou van je outfit, man. Denim op denim. I'm so happy. Oh with my the God. Fans. Ja, ja. Love it. Dit is eigenlijk of tenminste. Dit shirt heb ik op Insta gezien heel vaak. Die wil ik zo graag hebben. Ja. Oh. Get you a girl like Bibi. Echt enthousiast. Ja, nee, ik ben er echt blij mee. En deze hebben we dus toen samengehaald toen we laatst samen waren. En had Bibi deze voor mij gepakt. Oh. En ik word er zo blij mee nog steeds. Het was 10 euro. Het is echt de beste uitgave ever. I wish dat ik dat soort koopjes vond. Ik denk dat we gewoon daarheen lopen. Ja, vorige keer toen ik vlogend liep, toen viel ik. Moed. Echt een moed. Wij zijn zo chaotisch ja, samen. Ja, echt. Zeg maar, dat is echt... je hebt plus en plus en dan heb je dubbel. En dan heb je ons. Ja, dat is zo hysterisch. Oh, kijk, denk ik in dat schermpje. Oh, maar ik vind het heel grappig. Ik vind het gewoon grappig, want wij kennen elkaar semi sinds 2017. Alleen dat was één keer hebben we elkaar gezien. Toen was ik de fangirl. Toen was Bibi de fangirl. Imagine. En nu ben ik de fangirl. Nee. Waar is je fangirl? Nu hebben we laatst gemiet. En nou ja, the rest is history. Dus we gaan nu fotootjes maken. Ik heb ook wel zin in koffie weer. Ja. En gewoon gezellig. Ik heb dingen te vertellen. Tee. Ik heb thee. Ik heb echt hele goede thee. Dus ik... ik heb er zin in. Ik ben trots. Moet ik even heel... Mijn nagels zien er echt niet uit. Moet ik altijd hoor. Echt een jongetje. Ik had altijd mooie nagels, maar dat is echt verleden tijd. Ja, jij had altijd nepnagels toch? Nee, dat waren mijn eigen nagels. Oh. Ja, ze waren mooi en nu is het allemaal crack. Ik heb één vinger die het is gelukt en de rest... Dat is echt kut. Ik heb het hier. Heb ik gisteren eraf. Oh, dankjewel. Dankjewel. Oh, sorry, ik heb nog heel veel stress. Mag ik nog bij jou, hoor? Nee, hoeft niet. God, mens. Even stress. Paniek. Oeh, dit ziet er inderdaad wel lekker uit. Bibi is amazed. Zag jou schrikken? Ik schrok gewoon voor jou. Wat zijn valt? Oh, hij valt gewoon in het water. Zullen we vragen of ze jou ook willen laten gaan? Wat? Pardon? Zullen we vragen of ze jou ook willen laten gaan? Nee. Ga jij maar. Ik kom net thuis van werk en ik kan gewoon zo meteen aanschuiven. Ze zijn al aan het koken. We're having a family dinner. Dit is echt fantastisch. He's my daddy, my superhero. I love my daddy. My superhero. Oh mijn god. Fun, family fun. Family vibe. Ik kies je familie. Ja, oh, ik heb honger. Mooi, het is eten. Oh, mijn shoe. Maar met kandijbodem. Oh.
dezelfde ding als zeg maar van pastoonje. Yeah. Oh, maar nee, maar echt. Een rijtje. Er gebeurt zoveel in deze anderhalve minuut, nu al. Nu weten mensen hoe het is om ADHD te hebben. Oh ja, allemaal even mij op TikTok volgen. Ik ben kapper geweest, en mevrouw Duits. Kan ik inzoomen? Nee, ik moet toch. Hoe zoom ik in? Is het inzoomen? Ik ga het even verwijderen. Huts. Gaan we mij volgen, en mevrouw Duits op TikTok. Bijna de 60 volgers. We really did that. We out here. We out here being gay on TikTok. No. Oeh. Ik ga voor bruin. Ik ga voor wit. Diverse. Dit was alweer de vlog van deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen. En even iets liefs in de comments achter te laten. En dan zie ik jullie volgende week weer. Joe!